Dat is dat ze alleen maar praten, maar niks doen. En dat irriteert mij zo erg, niet normaal. Ze praten alleen maar om een bepaalde status te krijgen. Maar op het moment dat ze iets moeten doen, dan zijn ze opeens... Dan begrijpen ze Nederlands niet meer, begrijp je? Dan is, zoals ik bijvoorbeeld. Nee, ik ken jou niet goed genoeg. Ik kan niet een mening over jou geven, over wat jij doet. Allah, misschien geef jij heel veel geld onder de tafel aan goede doelen. Dat kan ik niet lezen. Maar ik ken Marokkanen, die praten namens ons. Is ook een vriend van jullie bijvoorbeeld. Appa, weet je, is er eentje van. Ja. Altijd heel graag zijn mening willen geven. Ik heb hem zien demonstreren in Den Haag was dat. Was geweldig, was top. Ja. Toen heb ik hem nog een keer horen demonstreren en praten. Toen dacht ik, hey, dit is een beetje hetzelfde. Ja. Maar uiteindelijk is het alleen maar praten. Hij loopt mee. Kijk, maar is dat niet zijn bijdrage? Ja, maar dat bedoel ik inderdaad. Kijk, ieder heeft zijn eigen bijdrage op zijn eigen manier. De andere doet het met geld, de andere doet het met daad, de andere doet het met praat en de andere doet het met het meelopen bij een demonstratie. En dat is zijn manier. Snap je? Dus ik ben het niet met je eens dat bijvoorbeeld Appa alleen maar praat. Maar hij geeft een boodschap, hij komt op de televisie, hij blijft dezelfde boodschap behouden. Dat is zijn manier van meelopen. En daar heb ik dus een... fucking hekel aan. Why? Zaken stellen we geen vragen, maar wanneer er moet gedoneerd worden aan een stichting, ja, dan moeten we heel kritisch zijn. Ik vind het goed als je kritisch bent, ik vind het goed, maar als je uiteindelijk het niet mee eens bent met die stichting, laat dan zien wat jij wel in huis hebt. Laat dan zien hoe het wel moet. In plaats van, nee, dat vertrouw ik niet, en die is te veel bezig met zijn bedrijf, maar, en dit is dat en dat. Nee. Het komt er hier op neer, ieder draagt zijn eigen steentje bij op zijn eigen manier, waar hij zich of zij... Ja, en praatjes vullen geen gaatjes. Nee, maar dat weet je niet. Kijk, jij hebt nu een oordeel over een bepaalde persoon, je weet niet wat hij in zijn vrije tijd doet. Nee, ik heb wel aan heel veel mensen gevraagd die hem kennen, van is er misschien iets wat ik niet weet? Kijk, ik vind dat als jij op voorgrond treedt en op voorgrond loopt te schreeuwen, dan moet je ook op voorgrond laten zien wat jij na het praatjes doet. Dus dan moet je de dingen laten zien die je doet. Maar misschien dat je achter de schermen heel veel dingen doet. Nou, geloof me, ik doe niet zo'n uitspraak hier zomaar zonder dat ik weet wat hij precies wil doen. En hij doet geen flikken. En hij is niet de enige. En voor alle duidelijkheid, hij is niet de enige. Kijk, ik geef hem nu als voorbeeld aan. Maar hij is wel de eerste die opvalt dat als er iets aan de hand is met Palestijnen, dan is het gelijk op de voorgrond, willen praten, willen opkomen voor de Palestijnen. Maar wanneer je zeg maar echt dat woordjes, dat praatjes wil zeg maar, omzetten in daden, want dat is ons geloof. Niet alleen maar bledden, maar ook gewoon hè, geld neerleggen, kleding sturen, maakt niet uit, maak reclame, mooi hem, zorg ervoor dat mensen iets doen. Dan is het opeens, ja, dan worden ze opeens bang. En dan, ik denk dat jij een oordeel geeft over een bepaalde persoon. Kijk, als je het van zijn eigen mond zou horen van dit is wat ik doe en meer dan niet, dan geef ik je gelijk. Maar van horen zeggen van andere mensen, ja, dat is niet goed. Nee, dat is niet goed. Eén van die dingen, jij vroeg mij net van vind je dat Marokkanen veel praten en dat soort dingen allemaal. Ik vind niet dat ze veel praten, maar ik vind wel dat ze veel haten. Ja. Haat Marokkanen. En dat is er wat wel heel veel bij de Marokkanen speelt. En dus, als je niet iets van een bepaalde persoon zelf hoort, of ziet inderdaad met je eigen ogen. Ja, maar dat is het. Ja, ik hoor heel veel, maar ik zie niks. En bang, laat het even duidelijk zijn. Ja, ik vind dat is een enorme clown. Een oordeel hebt over mensen die jij niet kent. Ja, nogmaals, ik ken iemand die is naar Palestina gegaan, naar Syrië gegaan. En die heeft daar echt hele erge dingen meegemaakt. En alhamdulillah, die jongen die wil daar totaal niet over opscheppen, die praat er niet over. Maar iemand die voor Islamic Relief werkt, die wordt alleen naar veilige plekken gestuurd. Veilige plekken waar hem niks over kan overkomen. En als jij vervolgens ervoor kiest om alleen maar met fotootjes met kleine kindjes op te gaan. En alleen maar te denken wat goed is voor je imago. Om vervolgens alleen maar bezig te zijn met meisjes via Facebook, vind ik een schande. Kijk, ik zeg niet dat ik goed ben. Als ik een meisje regel, regel ik een meisje gewoon vanuit mezelf. Maar wat ik niet ga doen, is mij inzetten voor een goed doel. En daarnaast allemaal meisjes regelen. Dat vind ik schandalig. Dan ben je gewoon smetten in mijn ogen. Ja, nee, maar nogmaals. Wat hij doet in zijn privéleven, dat is zijn niks. Nee, maar kijk, is privéleven of geen privéleven? Ik bedoel, zolang hij jou niet gefacebookt heeft of een PM heeft gestuurd van... Hij heeft mij een PM gestuurd. Hij wou heel graag een woordje doen bij mijn benefiet. En ik heb gezegd, nou, je bent hartstikke welkom, het programma staat al klaar. Dus ik verwacht je zondag. Maar kan ik geen woordje doen? Ik zeg, nee, het programma staat al klaar. Oké, dan houdt het op. Dus daarom zeg ik ook, mensen willen alleen podium. Die willen alleen maar werken voor hun staat. Ik heb nog een berichtje voor jou. Ja. De Younes praat niet alleen veel, maar klaagt ook veel over anderen. Net zoals hij vindt dat hij veel doet. Zo doet een appa en een ander ook veel voor en zijn haar gevoel. Ieder op zijn eigen manier. Oké. Ja, oké. Nou ja, dat is toch geen vraag, dat is gewoon een mening. Ik heb niet gezegd wat het een vraag is, maar ik heb gezegd wat het komt. Dus hebben we iemand anders? Meneer, we hebben iemand anders. Ik las op blender.nl, Casablanca, knap
synagoge op in Marokko. Yeah. Wat vinden we nou daarvan? Wat moet ik ervan zeggen? Marokko is altijd goed geweest voor de Joden. Ik bedoel, toen hier in Europa alle Joden werden afgeslacht en werden verdreven, was Marokko hetgene die ze binnenhield en eten gaf en onderdak. Ja. Nou, zoals we weten hebben ze daar natuurlijk best wel behoorlijk de touwtjes in handen. Dus dat er vandaag de dag synagoges daarmee wordt opgeknapt, ja, dat is gewoon meer dan logisch. Vanuit menselijk inzicht en vanuit zakelijk inzicht. Ja. Er is niks raars aan. Ja. Stel nu dat ze tegen jou zouden zeggen van, Younes, luister, dat is in Bussum een oude synagoge. Ja. En die moet zwaar opgeknapt worden. Maar het Joodse gemeenschap in Bussum is minimaal ontzettend klein, maar ze hebben ook recht op een gebedshuis. Yeah. Younes, zou je een benefiet voor ons willen opstarten of mee willen helpen financieren? Ja. Wat is jouw antwoord? Ja, dat denk je dan zelf. Dat weet ik niet. Ik heb toch niks met hen te schaften. Zij doen hun ding, ik doe mijn ding. Zij hebben hun gebedshuis, ik heb mijn gebedshuis. Ik bid gewoon zoals ik moet bidden en zij bidden zoals zij moeten bidden. Dat zou je ze helpen? Nee, tuurlijk niet. Waarom niet? Omdat ik natuurlijk mijn broeders help en mijn zusters. Dus die staan voor mij op nummer 1. En als je gaat kijken hoeveel moslims vandaag de dag hulp nodig hebben, dat zijn er gewoon te veel. Als alle moslims in de wereld geholpen zijn en er zijn geen problemen meer in de islamitische wereld, dan zou ik er eventueel wel voor openstaan. Maar zolang wij gewoon echt heel veel voor elkaar moeten doen, ja, is dat prioriteit in mijn ogen. Dus eigenlijk zou je kunnen zeggen dat ze in Casablanca het geld wat ze in het synagoge hebben gestopt om op te knappen, beter aan moskeeën hadden kunnen geven die ook opgeknapt moeten worden. Ik weet niet. Ik denk dat je in Marokko best wel veel moskeeën hebt. En waarvan in Casablanca een hele grote, waar heel veel geld in is gestopt. Dus ja. Ik denk dat er sowieso genoeg moskeeën zijn in Marokko. Ik denk alleen dat die moskeeën een beetje leeg zijn. Dus het wordt misschien tijd dat mensen eerst, weet je, gebruik maken van die moskeeën. En Joden die maken wel gebruik van hun synagoges. Die zijn altijd vol in Marokko. Dat is waar. Dus ja. Meneer, hoe denk jij erover? Ik ga het even kort maar krachtig houden. Ik denk precies hetzelfde als Joden erover. Ja, dat is wel heel erg. Laat ik nog beginnen. Ja.